in onze cultuur, een westerse cultuur, als een kind geboren wordt, dan is hij helemaal totaal spontaan in alle bewegingen en alle ontdekking van de wereld. En levensenergie en de blijheid of de wens om te verbinden is bij het kind helemaal totaal. Yeah. Dus die seksuele wezen, die zeg maar dat levensstroom, wat eigenlijk gewoon in deze gewoon levensenergie is, is bij het kind helemaal geheel en niet onderbroken. Vrij. Vrij. Yeah. En totaal in het, dat het kind wil ontvangen worden door de wereld. Het kind wil gewoon echt totaal verbonden worden met de wereld. Yeah. En in onze cultuur zijn er dat opvattingen, historisch, cultureel, genetisch, biologisch, et cetera, waardoor de stroom van levensenergie wordt losgekoppeld door onze training, onze opvoeding, van erotiek. Want erotiek mag niet, zeg maar, zomaar geuit worden. Dus het kind begint zich aan te passen en gedragen. Bijvoorbeeld spontaniteit, dus de stroom van mijn levensstroom wordt doorbroken. Ja, iets mag niet. Al het kind begrijpt niet waar heeft het mee te maken. Ja. Maar kinderen zijn natuurlijk, wij als kinderen, heel erg gevoelig voor alles wat uitgedragen wordt door de wereld. En volwassenen, ouders, die dragen allemaal overtuigingen, bewust of onbewust, mee. En zo worden wij getraind om een deel van ons gewoon een beetje te dempen. Yeah. En die deel van ons die gewoon gedempt wordt, is eigenlijk dezelfde stroom van verlangens, van nieuwsgierigheid in de wereld. Yeah. Daar waar we helemaal ongedwongen en vrij kunnen zijn. Yeah. Dus ja, je kan het niet meteen stiekeren. En labelen het met seksualiteit, maar het heeft meer met een complete, totale stroom van die expressie te maken. Ja, dan durf ik mezelf helemaal te zijn, durf ik mezelf te accepteren met wie en wat ik ben, en durf ik mezelf dan in de seks ook dat te laten uiten. Ja, dat je welkom bent zoals je bent. Ja, en dat dat. Ja, dat weet ik niet hoe het kan. Weet je, zo zitten we zo. Ja, wij hebben gedragscodes, we hebben allemaal communicatie, weet je, en in de cultuur, in de geschiedenis van, in dit geval Europa. Ja, er zijn natuurlijk ook schaamte, schuld, wie is de rol van de vrouw? Wie is de rol van de man? Ja, en welke verhouding hebben wij met een verjaardags... cirkel. Ja, precies, dat. Zijn we over bedrijf. Ja. Tot hoeveel kunnen we met elkaar glimlachen? Dat zijn hele spannende gebieden. Waar mensen, enige beweging die ze doen, of wij doen, is afstemmen en een beetje in een keuringslijf gaan. Yeah. En als dat continu gebeurt, en dat is wat gebeurt met ons, als we opgroeien en leren in de maatschappij te leven, dan gaan wij onopgemerkt onze verlangens, of die plaats in ons die verbonden is met wat vinden we fijn in de wereld. Ja, waar wil ik naartoe? Wat raakt mij? Ja, wat boeit mij? Dat gaan wij een klein beetje, dempen. Zonder om daarvan bewust te worden. En dat is dezelfde levensstroom en levensenergie en bron van onze blijheid, vrijheid, spontaniteit, die direct heeft te maken met verlangens en met onze seksualiteit. Durven wij te stromen zoals we zijn in de relatie met iemand of tot de relatie, in de relatie tot iets. Ja, tot iets. Ja.